Het is een wat absurde situatie. Deze spiksplinternieuwe bus van zo'n 50.000 euro staat nu al 4 maanden in een garage in Oostmalle. De bus is eigendom van Primavera, een centrum in Merksem voor volwassenen met een mentale beperking. Ze zouden er graag daguitstappen mee maken, maar dat gaat niet, want de administratie in Brussel ligt lam. Wel, het probleem is dat wij op dit ogenblik nog altijd niet kunnen beschikken over het busje. En dat is wel erg jammer. Als we het op 15 mei krijgen en we zijn nu begin september en we kunnen nog niet meer rijden, omdat er administratief blijkbaar, en de juiste draad weet ik helaas er niet van, maar dat er administratief iets niet klopt. Het gaat niet vooruit. Dat moet ergens op administratieve diensten in Brussel, zoals dat dan klassiek gezegd wordt, dan zouden die papieren ergens onderweg zijn. Waarvoor gebruiken jullie zo'n busje? Nou, gaan zwemmen en naar prijs te gaan. Ja. Het centrum heeft nu ook wel een busje voor uitstappen, maar dat is al 10 jaar oud en lang niet zo praktisch en hoogtechnologisch als het nieuwe exemplaar. Er kan ook maar 1 rolstoel in. Ondertussen hebben we toch wel 3 à 4 mensen die rolwagen gebonden zijn. En nu wordt het wel wat moeilijker om die allemaal dan nog mee te krijgen. En de nieuwe bus is ook veel makkelijker om in en uit te stappen. Hoogte, dat is niet goed voor trappen, maar die trappen, daar kan ik ook instappen. Maar zolang de administratie blijft talmen en niet alle papieren in orde zijn, blijft de nieuwe bus hier dus gewoon staan. En behelpen de mensen van Primavera zich voorlopig nog met hun oude bus.